Hier is Ben van Tilburg van Pals en van Tilburg uit Nessen om het laatste autonews met ons te bespreken. Ben, goedemorgen. 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 Meteen eventjes een caravan met een energielabel. Ja, moet niet gekker worden, hè? Nou, waar houdt, houdt het op? Zit ja, er een ideetje van Femke Halsema? Nee, nee oh. ik weet niet wie het voor heeft, maar, uh, maar... goed, Nederland, uh, onze Nederlandse fabrikant Kip, die heeft wel de primeur. Ja. We zien in de afbeelding ook de Kip Shelter. De bij, natuurlijk. Ja, die waren er als de Kippen bij nee, met <laughs> Voor de, het eerste caravan met energielabel... En uh, nou ja, goed, ja, het ene sluit het andere niet uit. Hè? Ik bedoel, auto's moeten allemaal een energielabel, huizen moeten een energielabel, wasmachines. Maar nu dus ook de kerven. Dus... En waar wordt er dan op gelet? Op de aerodynamica van dat ding of zo? Ja, exact. Oh. Want als jij dus een hele aerodynamische auto hebt die heel zuinig is, maar je hangt daar vervolgens een vierkante blokkendoos achter, dan... Uh, ja, ja nee, is het sla ja, je je doel dan dan een beetje missen. He? Ja, dus wat is die kip shelter? Dat is een hele lage kleine kerven met een deurtje aan de achterkant. Een soort uitgebouwde vouwkerven of zo? Nou, exact, met een hefdaal. Oh. Ja, ja. Dus, uh, ja Ben jij mezelf ook een fanatiek kamperen, denk ik? Nee, totaal oh. <laughs> niet. Nou, omdat je het gelijk goed weet. Nou, maar, uh, ja, dat wel maar. Het staat nou, ook een nou, beetje op plaatje, het plaatje, toch? Dat het idee wel een beetje. Ja, nou, maar met nou. een hefdakje en dan wel met vloerverwarming erin. oh ja. Uh, je kan dus, uh, die kip is ook niet goedkoop trouwens, het begint bij 12.000 euro. Nou ja. En er zit wel vloerverwarming in. Je kan hem zelfs nog uitbreiden, maar het is tegenwoordig wel uh, gemeengoed geworden... met uh, zonnepanelen en dergelijke, waardoor die dus nog oh, ja. energiezuiniger wordt. Hè, dat hmm. je hem dus uh, minder aan de stroom hoeft te hebben. Ja. Eh, dus, uh, maar goed, dat komt er ook weer aan. Toch leuk, zo'n caravans van het ja. tweede huis. Ik zie wel eens caravans voorbij komen dat ik denk... het is helemaal geen straf om in een caravan te nee, mogen slapen. Soms zijn ze heel mooi, hoor. Maar je ja. hebt zelfs dat de zijkanten eruit gaan. Ja, dan wordt hij heel groot. Ja. Het ja, soort goed. mobile home, zo het dan. Die dingen zijn ook zwaar en dat is natuurlijk ja. wel het volgende. Want er zijn natuurlijk maar weinig elektrische auto's die een uh, zware kern mogen trekken. Ja. Een Tesla mag 1800 kilo trekken, maar de meeste mogen helemaal niks trekken. Dus, uh, nee, dat nee, nee. klopt. Hey, er is weer een, een, een nieuw soort licht bij, het laserlicht. Kan je tot honderden meters gewoon feilloos kijken. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor je tegenliggen niet zo heel erg fijn is. Nee, nou, er is in Engeland dus een onderzoek geweest dat mensen raken toch steeds meer verblind... door al die nieuwe verlichtingen. Xenon, en LED. Hè. Xenon was natuurlijk, nu is het LED. Je hebt toch zo'n dimmer de binnenspiegel? Klopt nou, niet. Heel iedereen veel, niet nee, iedereen dat heeft he. dat inderdaad. He. Nee. En, uh, nou, er zijn ook de tips he, van wat kun je nu doen om niet verblind te raken? Nou, zorg in ieder geval dat je vooruit schoon is aan de binnen- en aan de buitenkant. Ja. Oh, ja. En als je bril bent, zoals ik in dit geval. Je hoe, je dat je brillenglazen. Dat je brillenglazen schoon is. <laughs> nee, maar dat scheelt gewoon een stuk. Ja. Oh, maar Ben, dan heb ik gelijk een goede vraag. Want ik heb echt zo'n verschrikkelijke hekel aan vieze vooruit. Maar oh ja, de, hoe je de binnenkant. Aflecht, de wasemus ja. ook. Hoe krijg je nou je binnenruit, de voorkant. Goed, schoon, zonder strepen of wat dan ook voor dingetjes. Nou ja, gewoon met goeie, goeie een goede ruitenreiniger sowieso. Goed spul op je. En wat is dan een goede ruitenreiniger? Is dat ammonia? Ja, nou ja. Of glassex glas misschien. Glas de de meesten gebruiken gewoon glassex schoon. Ja, maar op dan een... krijg je blauwe ruiten van. Ja, maar het is ook aan de doek die je gebruikt. Daarna. Ja. of zo. Nou ja, je, je, je hebt natuurlijk verschillende soorten doeken. Dat is een uh, merk, is dat. Die, mm -hmm. die, uh, die garandeert eigenlijk streeploze ruiten. Hara heet dat geloof ik. Die ja, dat klopt, blauwe de Hara. Dat, uh, ja. Maar goed, je kan ook ik een naar een naar advies. Advies, je ook eens even een keer langs een autopoetsbedrijf gaan, die hebben ook hele goede materialen ervoor. Ja. Hè? Dus, uh, okay. Maar voor de rest dat, dat laserlicht, dat is de ultieme revolutie, zeg maar, in ledverlichting. En dat, uh, dat werkt met kleine mobiele spiegeltjes die je richten. En die zorgen dus voor uh, nou ja, dat je dus extreem ver kan kijken. Alleen het nadeel is, veel, er zijn ook veel SUV's tegenwoordig. Die auto's staan wat hoger, ja. waardoor dus ook uh, mensen blind worden. Uh, in, uh, van in Engeland hebben die mensen zich verzameld in een club en die heet Nightmare, afgeleid van nightmare, nightmare inderdaad. <laughs> maar uh, ja, de, van de 1250 ondervragen, dat geeft gewoon 91% aan toch uh, flink last hebben. Nou ja, er zijn natuurlijk ook wat goedkopere auto's, hè, met alle respect... die gewoon niet de automatische koplampenniveau-regeling hebben. En als ze dan met iets te veel mensen erin ja. zitten... of met z'n vier, met z'n vijf erin zitten, wat normaal is natuurlijk... dan, maar dan gaat die auto iets achterover hellen. Ja. En dan komt het achter in je spiegel terecht. En dan zit je de hele tijd van, iemand seint mij of zo. Of het ja. schittert, want het is vol aan of vol uit natuurlijk ja. ook. Hè. Half daartussen zitten tegenwoordig niet meer in, met dat zenon of zo ook. Maar dan, dan, dan raak je ook door afgeleid. Ja, klopt. En heel veel van die auto's die hebben dus wel de mogelijkheid... Hè, dat ze dus een groot lichtassistent... dat zo gauw dus iemand anders op je afkomt met de koplamp... Euh, dat die automatisch de, het groot licht weer uitschakelt. Maar ja. het werkt alleen bij groot licht. Maar dus ik heb het ook normaal. als het achter je rijdt, hè? Hoe ja. vaak heb ik niet dat ik denk van... ...hé, hey, er komt een ambulance of, of een hulpvoertuig aan... ...dat is ja. zo'n blauwe schittering uh, in je... Ja. In jouw en dan zijn het gewoon die, uh, die, die ledlampen? Dat soort lampen. Ja, ja dat was het maar goed. Die, die laser, dat is echt helder wit. Ja. Dus ja. Maar het auxenum, dat is nog meestal blauwig. Dat klopt. Okay. Dat, uh, dan ja. hebben we nog de elektrische step. Die geeft namelijk kopzorgen. Ja, nou, nou in heel ja. veel steden... ...we hebben het al eerder over. Kijk eens joh. Deze afbeelding is... Uh, die is heel recent. Die is vorige week uh, uit Frankrijk. In Parijs is vorige week het do eerste dodelijke ongeval met de step nu uh, heeft plaatsgevonden. Er rijden er inmiddels meer dan 20.000. Daar is het legaal. Je ja. kan ze dus met een app kun je hem reserveren. Kun je hem achterlaten waar je wil. Gewoon door een tunnel. Ja, maar die mag dus niet. Want deze nee? persoon reed dus inderdaad door een tunnel heen. En uh, ja, die is met een 30 gek, joh, als je dit doet. Ja. 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 He? Dus het geeft. Spakerbroekje uh, aan. Ja, gewoon heel normaal. In België vorige week dus ook de eerste dodelijke slachtoffer. In, en die in Parijs dus afgelopen week. Die had geen voorrang gegeven aan een vrachtwagen. Nou ja, dat hmm. is niet heel handig als je nee. met een step rijdt. Sowieso euh... niet even handig om <laughs> geen voorrang te geven aan een vrachtwagen. Nee. Dat wordt je ook geleerd bij de autorijder ja, Dus in Nederland zijn ze er vooralsnog niet. Maar goed, uh, Europees gezien geeft het nogal wat zorgen. Dus ook straks voor de vakantiegangers, let op. Want die mensen rijden ja. gewoon als gekken met het ding. Maar het mag niet in Nederland, hè? Nee. Um, zullen we gaan beginnen met die airbags aan de buitenkant dan? Ja. Ja. Prima. Ja. Want ik kan me herinneren dat Volvo dat ook een tijdje heeft gehad, weet je, op de motorkap dus ja. dan een voetganger tegen dan knalde dat en dan werd ja, die voetganger werd dan beschermd door die airbag aan de buitenkant. Ja, klopt. Daar zijn ze weer mee gestopt. Ja, maar goed, het wordt gewoon doorontwikkeld hoor. Volvo is inmiddels alweer zover dat ze nu een, een airbag hebben ontwikkeld die de hele auto omhult. Oh. Zodat eigenlijk de auto één grote ballon wordt op dat moment. Om, eh, om zowel voetgangers dus als fietsers, maar ook voor de mensen zelf niet te vergeten hè, die aan het stuur zitten. Want we zien hier op het plaatje een aanrijding vanaf de zijkant. Mm -hmm. 35 tot 40 procent van alle aanrijdingen vindt plaats aan de zijkant. Ja. He, dus ze zijn nu uh, het, het, het bedrijf ZF die normaal versnellingsbakken maakt. Die heeft nu uh, binnen twee jaar gaan ze dit ook in serie auto's produceren, zeg maar. He, dus dat een airbag die komt uit de dorpel door middel van camera's, sensoren, bepaalde computer. Maar nog voor de redding ja. plaatsvindt? Juist. Of die oh. kan ja, onvermijdelijk ja of nee. Ja. <laughs> en dat gaat echt in milliseconden. Dus dan moet je voorstellen als het knipperen van de ogen. Zo snel wordt dat bepaald of die airbag eruit. Maar als klapt, iemand dan nou net nog op tijd remt. Nee, als je op een gegeven moment binnen 20 centimeter bent, nou dan, dan niet, gaat, ja. die, gaat die uit of zo. Klopt. Maar dus dus ik heb geen... een filmpje ervan gezien, maar de, de auto die aangereden wordt, krijgt toch nog wel een beste opdoffer. Ja, alleen het is, wel niet bewezen, naar het is wel bewezen dat elke, in dit geval is, hebben ze gezegd 1 centimeter minder ver. Ja. De auto in, ja. dat, be, dat be, beschermt zo, in zoverre dat het letsel is, ja, wordt, neemt fors af ermee. Dus als, je dan, als een auto een centimeter minder verder naar binnen, binnen rijdt, dan uh, is de kans op overleven is alleen maar groter. Hebben de ja. schadeherstelbedrijven hier al op gereageerd? Want die zullen er misschien wat minder blij mee zijn, want er is aanzienlijk minder schade. Uh, veiligheid boven alles, denk ja, ik. Ja, dat snap ik, ja, maar dat, dat is hun business. Alleen, maar de, de schades aan zich worden ook steeds duurder om te repareren. Want ja, dat in is waar. dit geval ook alle sensoren moeten vervangen worden. Ja. Technisch personeel, op dit moment om dat te krijgen... is ook een drama, ook voor de schadeherstelbedrijven. Ja. Want vroeger moest je even uitdeuken, spuiten en, uh, mm. hè, en weer naar buiten Door, zetten. Ja. Ja. Maar nu moeten de sensoren er weer in. De camera's moeten weer gemonteerd worden. Het moet allemaal weer gecalibreerd worden. Dus het is niet even makkelijk. En ja, het vergt gewoon duurder personeel. Dus de schades worden hoog, uh, duurder. Maar ook dan automatisch de premie, die dus gaat stijgen na vanand. Ja, maar uh, met een paar jaar hebben we het allemaal. Ja, ja okay. zeker. Dan Google gaat de strijd aan met taxi Ja, het, is, uh, het, het plan komt uit India, want daar zijn nogal eens uh, wat verkrachtingszaken tussen. Hè, dus dames die bij taxichauffeurs instappen en dan een hele andere route rijden. En, uh, hm. Of helemaal op een verkeerde plek uitgezet worden waar ze dan opgewacht worden. Hm. En nu kun je dus in. Uh, Google heeft dus een, een app. Als jij dus in je taxi stapt, geef je zelf ook de locatie aan waar je heen gaat. En zo gauw de taxichauffeur meer dan 500 meter afwijkt van de route die gepland is... geef je telefoon een teken van, hé, hey, het gaat niet goed. Mm -hmm. En goed, dan moet je ook maar net even het lef hebben... Maar bij de je daarop aan te spreken. Bij Uber is dat dan natuurlijk al een beetje zo. Hè? Daar begint dan begint het inderdaad steeds meer veiligheids- wel uh, ja, wel een, uh, een Ubertje. En ja. dan, uh, dan uh, hij weet hij natuurlijk niet. Als je instapt, Tenminste, hij weet pas op het moment dat je instapt waar je naartoe wil. Ja. En dan, dan moet hij die route volgen die hij op die app ziet. Ja. En als hij dat niet doet, dan krijgt hij van, Ubers, uh, van Uber op de vingers getikt. Ja. Van, uh, joh, oh, Je rijdt uh, expres om om meer geld. Te dat mag niet. Ja, nee, maar goed. En Google, die heeft dus nu in, ik denk ook een beetje in navolging mm. erop ook zelf ook dat de passagier dus he, automatisch beschermd wordt mm. en dus aan kan geven. Van joh, we gaan verkeerd, we gaan we heen. Ik wil dit niet. Uh, of als je het niet goed, niet goed voelt, stap je uit. Ja, precies, zouden we misschien een soort ja. paniekknop op moeten maken. Dat ja, als je het. echt helemaal ja. afwijkt en uh, je krijgt geen reactie van de chauffeur. Dan, gewoon uh, dat hij weet dat jij op een soort paniekknop uh, kan drukken. En dan wordt er een noodsignaal uitgestuurd. En wordt die taxichauffeur ook. Die krijgt het ook op zijn, uh, op zijn systemen. van, U wordt gevolgd nu. Ja, goed. En als je En ik denk als die taxichauffeur verkeerde intenties heeft en hij ziet dat iemand heel bewust aan me bezig is en in de route heeft staan, uh, ik denk dat Zal je dan wel twee keer laat om. Uh, ja om af te wijken van de route laat staan of ergere dingen te doen. En dan iets waar veel om te doen is, al jaren, eigenlijk. En iedere keer gaat het of net niet door, of het wordt weer uitgesteld. Maar nu gaat het er waarschijnlijk toch echt van komen. Het rekeningrijden in 2024 lijkt heel ver weg, maar het is natuurlijk wel ja, over een. Binnen vijf, vijf jaar. Vijf jaar. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het er eigenlijk uitzien? Want we hadden het er vanmorgen al eventjes over. Kijk, je betaalt nu allemaal wegenbelasting, ongeacht je de auto wel of niet gebruikt. Ja. Uh, dat is op zich. Oneerlijk voor de mensen die het bijna niet gebruiken. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als dit wordt ingevoerd en je gaat elke dag braaf naar je werk en je krijgt dan de rekening gepresenteerd. En iemand anders die thuis een autootje heeft staan en niet rijdt, en niet rijdt. die krijgt geen rekening. Dus eigenlijk worden de werkenden dan weer gestraft. Dat moet nou lijn nee, nee, niet graf, denk ik hoor. Er is een coalitie van 24 grote organisaties die hebben zich verenigd. En uh, ja, die noemen dat als het ware het Delta-plan, zeg maar. Hebben ze dat aangeboden aan het kabinet? Mm -hmm. Dat het, uh, het volgende kabinet in 2024 zal zich nu echt hard moeten gaan maken voor het rekeningrijden. Want we slippen gewoon dicht. Uh, mensen pakken nog steeds de auto. En eigenlijk, ik denk dat het rekeningrijden straks, dat mensen bewust gaan kiezen voor. Eh, of openbaar vervoer, of op een andere tijd vertrekken, of wat dan ook. Maar nog meer asfalt erbij. Ik, eh, hier in, bij ons in de Roospolder valt het nog wel mee natuurlijk. Met, eh, maar goed, hoe ver die naar het westen komt, het is gewoon een drama. Jawel, en, maar daar zijn ze natuurlijk al jaren mee bezig. Ja. Ik bedoel, we hebben de BPM hebben erbij, onze belastingen ja. op, de, op de brandstof en zo, die zijn niet een uh, kwartje die, Niet mals. De wegenbelasting die is behoorlijk hoog ook. En de mensen blijven gewoon auto's kopen en rijden. Ja, nou, dus zou maar, dit dan de oplossing zijn? Nou, ik denk uiteindelijk toch wel dat het de oplossing gaat worden en dat we er ook niet onderuit kunnen. Ik bedoel, het, de, een auto staat 95% van de tijd staat gewoon stil. Nee, ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik, 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 s morgen stap ik eruit en, nee, en stap begrijp, ik weer in. Dat begrijp ik ook wel, maar dan zou je ook kunnen zeggen: dan schaffen we die wegenbelasting af al, als het toch een auto 95% verkocht staat. Als wij deel gaan, gaan rekening rijden, dan zal de wegenbelasting afgeschaft moeten worden. Dat is een, niet meer dan reëel. Hmm. Ja, nou ja, ja het maakt ze maar. niet uit. Maar ja, kijk, <laughs> ja. nu, nu weet de overheid gegarandeerd, nou dan rijden zoveel auto's, die betalen allemaal dit bedrag ja. aan wegenbelasting. We weten wat er inkomt. Als straks het rekening rijden is, en dat levert straks een stuk minder op bijvoorbeeld, als we echt gaan doen wat jij zegt, waarvoor bedoeld is, dan zal de staat toch gecompenseerd willen worden in die schatkist. En wie ja. kunnen dat weer betalen? Uiteindelijk wij. Ja, dus ja. komt het uit de lengte, komt dat uit de breedte, moet betalen. Maar goed, dat er wat moet gebeuren, dat is wel duidelijk. Want ja, ik bedoel, dat wel. Eh, ze hebben nu die elektrische auto's, die betalen helemaal niks. Die betalen helemaal geen wegenbelasting. Dat is ook nog maar eventjes, hè? Zijn dus ze ook ja. snel achtergekomen van, oeh, ja. misschien iets te veel voordeel? Ja, maar goed, er waren ook weer plannen om dat weer door te schuiven naar 2025. Dus ja. eh, ze schat in dat volgend jaar 12,5% van de verkochte auto's elektrisch is. Nou ja, als die allemaal die voordelen houden... Ja, ik bedoel dan. Maar nou vind jij het niet gek dat dat? Ik vind het niet gek dat die autohandel een beetje op zijn gat ligt. Want mensen weten bij God niet wat ze moeten doen. Van moet ik nou wel uh, nog een benzine of een diesel kopen? Of, ja, ja of precies. Kan ik nou, nog diesel kopen? Weet je. Nou, weet je, we hebben dat natuurlijk vorige week even genoemd. Hè, ja. die, die, die tussenauto. Uh, het is helemaal niet gek om eens goed na te denken. Stel dat je nou in een Passat diesel rijdt met een mooie kilometerstand en die kun je goed verkopen. Hmm. En Dat je denkt van, nou, weet je wat? Ik ga eens even bij een private lease organisatie vragen wat kost nu een private lease een elektrische, uh, elektrische auto. auto tussen de drie en de vierhonderd euro. Dat klinkt veel, maar je hoeft niet meer te denken. Nee. En als je dan zegt van, ik ga er een jaar in rijden, na een jaar. Kijk ik dan van, hé, hey, is er een leuke elektrische auto op de markt? Dan snijdt het mes aan twee kanten. En je hebt een goede prijs voor je diesel dieselgevangen. Ja. En je hebt mooi kunnen kijken wat je precies wil. En of het elektrisch rijden überhaupt bevalt. Ja. ja. Nou, het is in ieder geval uh, iets waar we nog wel lang over door zullen praten. Ja. Dan heb je nog een uitsmijtertje. Ja, nou, terugroepactie. Ja, in, uh, Actie. ja terugroepactie, <laughs> terugroepactie. Nou, dit is wel heel sneu, de Audi e-tron. Uh, ze hebben ontdekt dat ook deze, in navolging op de Tesla, uh, spontaan in brand kan vliegen. Ach nee. Oh, ja. Dus de eerste, ja, er zijn er nu uh, meer dan 1200 geleverd. Ja. Maar de eerste 600 moet al terug, want zo'n uh, ja, dus ding kan gewoon spontaan in de brand vliegen. Dus dat moet natuurlijk niet. Maar bedoel ik. Leuk als je een, oude, een elektrische auto hebt. is ook die... niet de goedkoopste auto, hè? Nee, dit, trouwens. De, nee, dit begint bij 85. Dus Echt waar? Ja, die is nou, serieus. Ja, nou, je zit er wel warmjes bij dan. Dat wel. Ben, dankjewel.